Ja, hallo. Welkom bij een nieuwe video van Thuismuseum. Ik ben Lieke en ik sta in Ruurlo, in het oosten van het land, waar de zon hier heerlijk begint te schijnen. Ik ben hier bij Kasteel Ruurlo, waarin het museum Moor zich bevindt. Dat is een van de twee locaties van Museum Moor. Er zit hier nog verderop ook nog eentje. Maar hier in dit museum zijn vooral werken te zien van Karel Willink. En over die beste man ga ik jou het een en ander vertellen. Maar ik wil je eerst wat vertellen over dit kasteel zelf. Het kasteel is te bezoeken en ook het park. Daar hoeft het kasteel niet open voor te zijn. Maar het kasteel kun je bezoeken, onder andere met de VIP-kaart van de Bank Giro Loterij. Daarvoor is het museum gratis voor die bezoekers. En ik loop zo meteen over de glazen brug het museum in. En deze brug die is er eigenlijk pas later bijgekomen. Die is in 2017 hier aangelegd. Samen met die glazen pui die je misschien ook wel vanaf hier kunt zien. Maar verder zijn er elke eeuw van hiervoor is er wat aan het kasteel bijgebouwd of gerestaureerd. Ik ga je de details besparen, maar neem van mij aan dat het eigenlijk best klein begonnen is. Hier over de gracht was alleen nog een eerste verdieping en eigenlijk een vierkant rechthoekig gebouw was het toen. En met de eeuwen zijn daar steeds stukken bijgekomen. Onder andere als een van de laatste dus deze glazen brug. En die is door dezelfde architect gemaakt als of ontworpen als de architect van het andere, van de andere locatie van het museum. En dat zit dan ook in Gorssel. Ik neem je mee over de glazen brug met prachtig uitzicht over het park hier. En we gaan het museum in en daarin ga ik je vertellen over Karel Willink, waarvan er dus heel veel werken hier hangen. En dat is eigenlijk dankzij de eigenaar van dit kasteel. Want eigenlijk heeft Willink niet zoveel met deze plek te maken. Het is het was een Amsterdammer. In Amsterdam geboren en uiteindelijk ook weer dood gegaan. Maar de eigenaar is groot fan van zijn werk en daarom hangt het dus hier ook helemaal vol. We zijn inmiddels binnen en wat misschien meteen opvalt, het doet heel modern aan, vind ik zelf. Maar die muur die hier zit is nog de originele kasteelmuur. Dus dit was een soort binnenplaats vroeger. En daar staat deze prachtige moderne wenteltrap nu. Ik ga je meenemen naar boven. Dan komen we bij de eerste zaal. Wat mij meteen opviel was toen ik hier voor het eerst binnenliep, is de prachtige wand. Ik wil het liefst aanraken, maar dat mag niet. Het is zijde. Maar het is prachtig. Daar komen de schilderijen heel mooi in uit. En dit is het eerste werk van Willink wat ik je wil laten zien. Dit is het Kralenmeisje. Dit is de eerste vrouw van Willink geweest. Hij heeft er meerdere gehad, daar kom ik zo nog op terug. Maar dit is zijn eerste vrouw. Een portret, maar als je goed kijkt zie je op de achtergrond, een beetje collageachtig is het eigenlijk, wat abstracte gebouwen of onderdelen van gebouwen. En dat is ook gelijk, dan zijn we eigenlijk al wat verder in zijn leven. Willink had eerst driekwart jaar heeft hij architectuur gestudeerd. Het liefste wilde hij kunstenaar worden. Nou, uiteindelijk had hij zijn ouders zover dat hij dat mocht gaan doen in Berlijn. En toen heeft hij eigenlijk alle ismes heeft hij gehad. Het kubisme, noem het maar op, alle realisme. Daar komen we uiteindelijk bij uit. Want het portret zelf, dat is realisme, dat is een portret van een dame. En op de achtergrond zie je dus dat collageachtige werk en die abstractie ook. Dus uiteindelijk is hij overgegaan naar het realisme. En hij noemt zichzelf een imaginair realist.
Dat wil zeggen dat hij wel realistische situaties of beelden maakte, maar waar toch niet altijd alles klopte. En dat kun je hier heel mooi zien. Want dit werk doet heel realistisch aan. Maar er zijn een aantal dingen die, ja, dus een beetje imaginair maken. En dat is bijvoorbeeld hier de huizen die je ziet. Dit zijn Amsterdamse huizen. Maar het standbeeld, dat heeft daar nooit gestaan in die straat. Dat is van een Franse kunstenaar, komt dat beeld. En die heeft hij gewoon in dit straatbeeld gezet. Evenals de grote schaduwen van de gebouwen. En wat ook heel erg opvalt, zijn de donkere wolken. Die het geheel echt iets heel onheilspellends maken. Niet echt een gezellig schilderij. Maar dit geeft heel goed weer dat hij dus gebruik maakte van verschillende dingen bij elkaar. Dus dat het toch wel weer een collage wordt. Terwijl het realistisch geschilderd is. En wat ook bij hem opvalt, is dat de straat is altijd heel schoon. Je ziet geen afval of vuil of onkruid bijvoorbeeld. Het is heel clean. Het is een beetje een weerspiegeling, zie ik. En ondertussen, terwijl je hier in het museum rondloopt, kijk je dus uit over deze schitterende tuin. Park eigenlijk. We gaan door naar de volgende kamer. En terwijl we dus hier door het museum lopen, of het kasteel eigenlijk, het is dus hetzelfde, wil ik je iets laten zien. Dat kun je hier heel goed zien. Ik hoop dat het gaat lukken met de camera. Maar je ziet dus, kijk, dit is het originele plafond van het kasteel. Er is dus door de jaren heen veel veranderd, ook zeker binnen. Maar ook in 2017, kijk, daar gaan we, zijn alle vloeren opnieuw gelegd. En als je het goed herinnert, is de bovenkant eigenlijk een beetje een weerspiegeling van de onderkant. Of andersom, want de bovenkant was er eerder. En het is niet één op één nagemaakt, maar het is meer ter inspiratie op wat er hierboven zich afspeelt. En het is echt prachtig. Het is helemaal mooi uitgesneden. Kijk, 2017. Je zou hier bijna een soort speurtocht kunnen maken met jaartallen in en op het gebouw. Even kijken of de deur open is. Ja, daar gaan we. Nou, het kraakt nog steeds als een echt kasteel. Ik ga heel even snel een zelfportret laten zien van Willink. Dit is hem. Ook weer dat onheilspellende met een gebouw op de achtergrond. Wel een realistisch portret. Dit is het volgende schilderij wat ik je wil laten zien. Hier zie je echt heel duidelijk zijn manier van werken. Weer die collage-achtige stijl. Dit gebouw is heel erg anders dan dit standbeeld hier. En hier zie je ook dat hij veel gebruik maakte van standbeelden. Die heeft hij heel veel afgebeeld. Want daar was hij door gefascineerd. En dat deed hij vaak tegen een vergezicht. Dus je kon ver kijken met het standbeeld op de voorgrond. En het standbeeld, de standbeelden die hij afbeeldde, waren ook altijd een beetje gehavend.
had hij een speciale techniek voor. Die clean vloer, ook hier weer. Je ziet wel de barstjes bijvoorbeeld in de tegels zitten. Maar je ziet nergens onkruid. Overal schoon. En ook hier weer die hele duidelijke schaduwen. Zo duidelijk dat het beeld in een soort spotlight staat. En ook hier met het gebouw zie je dat weer. En die donkere wolken. We gaan door op een originele trap. Net liepen we op een moderne, maar dit is een originele. Met kraak. Komen we hier bij een misschien wel bekend schilderij voor jou. Ik vind hem echt prachtig. Dit is Mathilde, dit is zijn derde vrouw. Gehuld in een creatie van Fong Li. Een zilveren luipaardmantel. Ja, Mathilde was zijn muze. Hij heeft haar vaak afgebeeld. Ik vind het een prachtige make-up. Hele opvallende wimpers ook. Het is grappig, als je filmpjes opzoekt, dan zie je ook echt dat die wimpers erop zijn gezet. Met make-up. En dat deed Willink soms zelf. Ze kon het ook zelf, maar soms maakt hij haar zelf op. En de situatie is ook weer een collage. De deurpost die in zijn atelier was in Amsterdam. Dat is hier de deurpost. En hier op de achtergrond zie je ook weer een gedeelte Amsterdam. Maar dat is niet zijn uitzicht geweest vanaf zijn atelier. Dus dat zijn ook weer losse onderdelen die op één schilderij samenkomen. En Mathilde was niet zijn laatste vrouw, maar wel de meest bekende eigenlijk. Zij liep ook in deze creaties over straat en ze zei zelf dat ze ermee schoonmaakte. Dus dat schoonmaken vond ze niet leuk. Tenzij het in zo'n creatie was, dan ging het wel. Dit is leer trouwens, dus het moet super warm zijn geweest om dit aan te hebben. En daarom heeft ze er ook niets onderaan verder. Dus het is warm en heel zwaar. Ik kan me wel voorstellen dat het ongelooflijk zwaar is geweest. Maar wel prachtig. Nou, uiteindelijk was Mathilde dus niet zijn laatste vrouw. Ze zijn in 1977 gescheiden. En dat jaar is Mathilde ook overleden. Waarschijnlijk een zelfmoord, maar dat is nooit helemaal. Dat is een beetje een mysterieuze dood geweest. Uiteindelijk heeft Willink nog een vierde vrouw gevonden waar hij heel gelukkig mee was. Maar Mathilde was toch wel echt. Waarmee hij zelf ook, doordat ze in de roddelbladen kwamen en ook in de krant werden gezet. En zelfs de trammachinist in Amsterdam, als ze haar zagen lopen op de straat, dan stopte de machinist de tram en dan riep hij even om. Dames en heren, als u even naar rechts kijkt, zit u hier Mathilde. En dan liep ze vaak dus ook in zo'n creatie. En als we hier het hoekje omgaan, dan zien we nog een paar mantels.
ook weer eentje van leer. Nou, niet alleen werken van Willink dus. Ik wil je nog even meenemen naar een laatste schilderij. Of het laatste schilderij eigenlijk van Karel Willink. Het laatste afgemaakte schilderij, waarna hij is overleden in 1983. En dat is deze. Hier heb je ook weer, nou hier komt eigenlijk alles bij elkaar. Alle verschillende onderdelen die het een soort van collage maken. Maar toch het realistische schilderwerk. Hier weer de standbeelden, ook weer gehavend. En op de achtergrond de kolencentrales. En dit moet eigenlijk de toekomst of het heden voorstellen, de kolencentrales. En deze standbeelden de geschiedenis. En hier zie je grafzerken. En dat is eigenlijk wat hij, nou ja, zijn visie op dat moment. Hij was bang dat het heden of de toekomst uiteindelijk voor de dood van de geschiedenis zou zorgen. En een van zijn, nou ja, eigenlijk het allerlaatste schilderij dat is, dat niet af is gemaakt, dat staat nog altijd op zijn ezel in Amsterdam, waar zijn vrouw nog steeds woont. En dat heeft laten staan daar. Nou, dit was eigenlijk in een notendop een beetje het leven van Karel Willink. Jij kan het natuurlijk ook zien, al deze schilderijen. Er zijn er nog veel meer. Ik heb je lang niet alles laten zien. Het is ook hartstikke leuk om in het park rond te lopen of in het kasteel op zich. Want het is nu natuurlijk een prachtig gebouw. En er is nog veel meer te zien. Dat kun je dus doen. Reserveer nog wel eventjes. Het museum wordt druk bezocht. Dus daarom is de reservering aan te raden. En ook zeker met de coronamaatregelen van nu, die nog steeds van kracht zijn, moet je dat wel eventjes doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je meer willen zien, dan kun je op de abonneerknop drukken van Thuismuseum. En op het belletje, dan zie je als allereerste als er weer een nieuwe video online is. Dankjewel voor het kijken en ik zie jou bij een volgende. Doei!